Hey, ik ben Henk Rijgaard en welkom in De Koterij. Een paar jaar geleden is er een boom geveld in de tuin van mijn ouders, meer bepaald een kerzelaar. Die is toen in planken gezaagd, die heeft een paar jaar gedroogd en met dit hout en deze aluminium overschotjes... en deze aluminium overschotjes ga ik een lampje maken voor... Wat valt er hier allemaal? Dus met al deze dingen ga ik een lampje maken voor in onze living. Amai, dat was een vlotte intro. Rechte randen. Nu moet de bovenkant van deze planken geschaafd worden, vlak gezet worden. Maar ja, ik heb geen schaafmachine, maar gelukkig heeft mijn buurman Alexandre wel een schaafmachine. Glad geschaafde planken. Prachtig. Goed. En dat moest vlak geschaafd worden, want dit ga ik nu in stukken zagen en schoon op elkaar plakken. En dan gaan we er een lampenkapje van draaien. Oké, terwijl de prachtige stukken kerzelaar aan elkaar gekleefd worden en de lijm droogt, eventjes over dit. Dit zijn de elleboggewrichten van het lampje. Die zijn geprint in PLA, dat is gewoon plastic. En ik wil die natuurlijk in aluminium. Dus ik ga deze dingen smelten tot ze deze vorm hebben. Nu, hoe gaan we dat doen? Wel, dus door deze vorm in een blik in plaster te gieten, de plaster te bakken, dan verdwijnt de plastiek en dan zit er in deze plastermal dan een leegte die we dan kunnen opvullen met aluminium. En de leegte heeft dan de vorm van dit. Dus dan hebben we dit in de vorm van aluminium. Goed, een beetje snel uitgelegd hoe dit allemaal werkt. Nu, het probleem is, in die plaster die we in deze mal gieten, daar mogen geen luchtbelletjes in zitten. Want luchtbelletjes zijn ook holtes. Als er aluminium in gaat, dan hebben we geen mooi afgietsel van ons plastic ding. Dus ik wil al de luchtbellen uit de plaster voor ik hem erin giet. En dat ga ik nu eerst maken. Ik wou dat eigenlijk vorige week doen, maar daar had ik geen tijd meer voor. Ik ga een vacuümsysteem maken om de plaster... luchtbelletjes vrij te maken. En dat gaan we doen met dit. Een oude compressortank. Hier heb ik nu een luchtdichte flens aangemaakt met EVA foam en met Tech 7. Dus dat moet nog een klein beetje drogen nu. Maar ondertussen kan ik de PLA, de 3D geprinte stukken, prepareren om in plaster gegoten te worden.
Dat is cool, hè? Voilà, alle 3D-printen stukken zijn nu op deksels van koffieblikken geplakt. Deze stukjes heb ik daarnet niet laten zien. Dit is hier van boven. Dit is mijn giettrechter en een verbindingstukje. En daar heb ik dus mijn 3D-printen stukken, andere 3D-geprinte stukken, met hot glue aan vastgekleefd. Waarom op van die deksels van die koffieblikken? Wel, dan ga ik nu de bodem van die koffieblikken eruit draaien. Voilà! Yes! Haha! De bodem is eruit. Nu kan ik het deksel met de 3D geprinte stukken eraan geplakt. Dat deksel er mooi op zetten. Voilà, dan is dat dicht. Dan kan ik hier plaster ingieten van boven. En ja, die plaster gaan we dus vacuüm trekken met onze nieuwe vacuümtank. Oké, is iedereen nog mee? Je zult het wel zien. Oké, alles staat hier klaar. Nu ga ik mijn plaster mengen en dus met mijn vacuümsysteem de luchtbelletjes uit de plaster proberen te trekken. Spannend! Oké, vacuüm trekken. Dat mag niet te lang duren, want die plaster die wordt heel snel hard. Ja, dat is het juiste woord. Oké, en nu gaan we hem hier ingieten. En nu nog eens vacuüm trekken. Oké, yes, kraan open. En voilà. Hier is onze, wow, dat viel hier bijna. Hier is onze eerste plastermal. En zo moeten we er nog 3 maken. Oeh, amai, dat is een stressje. Maar ik heb het gevoel dat ik meer tijd had dan dat ik eigenlijk dacht te hebben. Oké, terwijl onze 4 mallen met plaster rustig drogen en dan straks bakken, ga ik van onze aan elkaar gekleefde kaarselaar een kapje draaien. Zo, het lampkapje is gedraaid. Prachtig mooi kerselaarhout. Dat is de eerste keer dat ik zo iets echt diep gedraaid heb. Dus dat was wel even spannend. Maar kijk, ha! Oké, het tweede deel is nu de verbinding spillen tussen de elleboogscharnieren. En dat ga ik doen met een ander stuk kerselaar. Maar er moet eerst een groef in, want eigenlijk moet dat hol zijn. Want er moet het kabeltje door voor de elektriciteit van de lamp. Dus groef aan elkaar plakken en dan draaien, dan zagen en dan hebben we een buis. Duidelijk? Nee, dan ga je het nu zien. Ha. Oké,
Oké, terwijl het hout droogt, hier mooi in de klemmen, schakelen we terug over naar het metaalgedeelte. Dit is mijn oude aluminium smeltbeker, maar die is te hoog. Die kan niet meer in mijn nieuwe oven. Kijk. Ja, dus die is te hoog. Dus we moeten de smeltbeker inkorten en ik heb ook een nieuwe tang nodig om de hete smeltbeker uit mijn oven te halen. Dus we korten de beker in en we maken een nieuwe tang om te aluminium gieten. Voilà! Kijk eens zeg, wat een prachtige giettang en een nieuwe smeltbeker met van boven en aan de zijkant van die moeren erop gelast, want dat is om te voorkomen dat de beker zou los schieten in alle mogelijke richtingen. Dus dat past hier mooi rond. Zo, voilà. En nu kan dat er niet af hoe hard ik ook schud of lom ben. En nu gaan we kijken of dat die in de oven past. Dat past perfect. Yes, de mallen zijn ondertussen ook gebakken, dus we kunnen aluminium gieten. Oeh, spannend. Oké, het begint hier behoorlijk donker te worden, maar de eerste is gegoten, hij is afgekoeld, dus ik sta er een beetje mee te zwieren, maar deze is dus gestold en nu gaan we kijken in de emmer. En hopelijk zien we het nog met het licht, want die oven ging trager warmen dan ik verwacht had. Maar goed, ik kan bijna niet praten, want het is super stressy. Dit gaat nu in de emmer. Ik zie al twee rondjes. Allee, kom maar. Ja. Check dat. Zie je dat? Oh, wauw. Dat is perfect. Ik ga eerst die andere doen. Oké, we zijn ondertussen een dag verder, want het werd te donker. En ik werd een beetje moe, want ik had honger. En zo gaat dat. Dat ziet er goed uit. Eerst en vooral het vacuümsysteem. Het vacuümsysteem, dat werkt goed. Het is te zeggen, ik heb nog luchtbelletjes. Hier, je ziet dat. Hier aan de zijkant. Hier en hier. Die puisjes. Dat zijn luchtbelletjes. Dus ik heb er nog. Maar dat had te maken met het leren kennen van het systeem. Want dit zijn de eerste die ik met plaster gegoten heb. Met luchtbellen. En dit zijn de laatste. En daar zijn geen luchtbellen meer in. Dus ik kon het toen al ietsje beter. Dus voilà. Ik had al veel bijgeleerd. Dus het vacuümsysteem werkt. Check! Het gieten op zich ging goed. Het systeem met de oven en mijn vacuümpompje dat ik vorige week gemaakt heb, dat mooie roze kartje, is zalig. Het is ongelooflijk vlot om mee te werken. Het gaat goed, het zit allemaal juist en zo. Dus, ping, dat is supergoed. Check! Oké, nu het gieten zelf. De resultaten, dat kan beter. Er zijn twee van de vier zijn eigenlijk goed, behalve hier zit ik met een gatje, maar daar kan ik mee leven. Voor de rest is dat eigenlijk goed gelukt. Deze, dat is ietsje minder, maar dat heeft te maken met twee dingen. Hier zat ik met een luchtbel, zie je dat? Lucht die niet weg kon, lucht die gevangen zat tussen twee stromen gesmolten aluminium die naar elkaar gingen. En er zit dan een luchtbel en dat kan niet weg. Dus dat heeft te maken met de positionering van mijn giettuitje en ontluchtingskanaaltjes die niet volledig juist zaten, denk ik. Ik leer ook nog bij. Bij deze zit hier een groot gat.
En dat heeft te maken met barstjes. Hier zijn barstjes, dus dat heeft te maken met het bakproces. En volgens mij te maken met de lengte van dit stuk hier. Dat zat hier te dichtbij. En ja, goed, ik ga het niet allemaal uitleggen. Maar ik leer bij, voilà. Nu, voor de rest wel zeer tevreden mee. Moet eens kijken naar de details hier. Ik had gedacht dat dit echt wel super moeilijk ging zijn om te... om te gieten. Maar kijk, dit is goed gelukt hier, dat bovenste stuk. Van onder niet. Maar goed, ja. We leren bij. Dus, jammer genoeg gaat het lampje niet klaar zijn deze week. Want deze twee mallen ga ik opnieuw moeten doen. Maar we doen verder met deze twee en de houten verbindingstukken. Goud, dat gaan we nog niet doen, hè? Nee. En dat zijn dus de onderdelen die ik voor deze week klaar heb. Eén elleboogje en het kapje. De andere delen ga ik dus volgende week afwerken in de 200ste aflevering. Oeh, ik hoop dat je het leuk vond en abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En tot volgende week. Ja! Yeah!